Goedendag, Kijk naar de weersverwachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto konden we net een fraaie krul herkennen. Dat is een frontaal systeem en het koufront ligt op de Noordzee. En wij zitten in de warme sector. Temperaturen vanochtend al zo'n 7 tot 8 à 9 graden, lokaal zelfs 10. En er waait een forse zuidenwind. In het binnenland windkracht 6, aan zee windkracht 8. Dus kleine kans op een zuiderstorm. Vanmiddag trekt de regen langzaam oostwaarts weg en dan neemt de wind iets af. Maar het blijft er vooral grijs en nat. En de temperaturen zijn nog steeds hoog. Vanavond trekt de regen dan echt naar Duitsland weg en wordt het op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noordwesten kan nog een enkele bui vallen. En de wind die neemt langs de noordwestkust weer langzaam in kracht toe. Morgen wordt het dan echt rustiger. De zon schijnt van tijd tot tijd, valt nog een enkel buitje. En in de ochtend staat de windkracht 5 à 6 en in de middag windkracht 2 tot 4. Het wordt morgen 7 graden. De komende dagen zien we de temperatuur langzaam dalen. Zaterdag is het 4 à 5 graden, zondag 3 en maandag 2 tot 4 graden. Daarbij krijgt de neerslag langzamer winterskarakter, maar de hoeveelheden zijn beperkt, dus de kans op een pak sneeuw is erg klein lijkt het. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl.